Hallo madame. Gadsdamme, welkom hier in het programma Delders Blauw. Goedemorgen. Hallo, hi. Goedemorgen. Gad, de reden dat we jou hebben uitgenodigd is vanmorgen vanwege de laatste nieuwe single Zuiver Hart. Afgelopen week was je hier ook de troetelaar van het programma Delders Blauw. Het is een prachtige single geworden. Ah, dankjewel jongen. Leuk. Ja. Ik zeg op mijn beurt, hoe krijg je het ervoor Karim elke zo'n single uit te brengen die uit het leven gegrepen is? Ja, nou, ja, dat is ook best lastig. Ik schrijf alle liedjes zelf en ik maak ook de muziek zelf. Dus ja, ik ben eigenlijk heel de dag wel met muziek bezig. Maar ja, dan schrijf ik vaak wat dingetjes op, zeg maar, wat je meemaakt. En, of wat ik zie wat anderen meemaken. En dan krijg ik vaak wel een tekst die wel echt ergens over gaat. Ja. Ik draaide zojuist nog een van de grote successen van jou, de Straatse Woning. Een nummer wat heden ten dagen nog steeds veel wordt aangevraagd. Maar dat is ook zo'n nummer van met een tekst uit het leven, hè? Ja, dat klopt. Ja, ik heb in het verleden heel veel liedjes gemaakt die blijkbaar nog steeds bij heel veel mensen indruk maken. Maar ja, de Straatse Woning is nooit een single geweest, maar is misschien... onder de mensen wel een van mijn grootste hits geweest. Ja. En nu Zuiver Harten. Het is een onderwerp wat eigenlijk zoveel mensen kan raken natuurlijk. Want iedereen krijgt er wel eens een keer mee te maken natuurlijk. Het heeft toch meer te maken met vertrouwen, hè? Ja, daar gaat in de single wel een beetje over. Nou ja, kijk, het is een... Ik denk, ja, net wat je zegt. Ik denk dat bijna iedereen deze tekst al naar zich toe kan trekken. Ja. Want iedereen heeft wel eens meegemaakt dat hij iemand vertrouwd heeft en dat het achteraf onterecht was. En, ja, dat ze je verhalen doorvertellen of dat je een steek in je rug krijgt achteraf. En dat, is, dat soort dingen, ja, dat maakt iedereen mee. Ja. Is dat gehad, met het schrijven van dit nummer, is het dan, je schrijft dan elke keer wat op wat je dan meemaakt, wat, het dan, wat er in jou speelt? Van, hoe ontwikkelt dan zo'n nummer, net zoals dit? Ja, net wat ik zeg, het is gewoon, je ziet dingen bij anderen en je maakt zelf van alles mee. En ja, dan ben ik bezig met mijn gitaar en een melodielijn. En, ja, dan schrijf ik vaak wat stukjes tekst op, wat op dat moment in mij speelt. En, maar ja, daar werk ik dan uit. Ja. De samenwerking met Manfred Jongenenders, dat bevalt jou goed? Ja, dat bevalt heel goed. Ik ben ooit begonnen bij Manfred met mijn eerste liedjes. Ja. En nou ja, die klik die was er toen al. Ja. Later hebben we ook wat andere studio's en producers gehad die ook echt super goed waren. Alleen, weet je, wat je merkt is gewoon dat wat ik schrijf en hoe ik denk, dat vult hij aan met qua muziek. En dat is, als dat goed werkt, dan ja, dat is het belangrijkste. Ja. Wat ook elke keer het mooie compleet maakt, en dat is ook met dit nummer, de video die erbij hoort natuurlijk. Hè? Want er is een prachtige video van gemaakt. Waar is die opgenomen, Gad? Dit is opgenomen in Dierde, bij Hamelo. In Twente? Ja. Ja, dat was mijn cameraman die komt daar vandaan en die heeft daar hele mooie locaties. En zeg maar, dan kom ik die kant op. En we hadden het eigenlijk bedacht met een zonnetje, maar... Er was die nacht heel veel sneeuw gevallen, dus ja, daar moesten we het mee doen. En uiteindelijk ziet het er wel weer mooi uit. Ja, je staat er ook heel erg koud op, hè? Het is verdomme koud hier, zo schraalt het ook uit, hè? Ja, maar dat was het ook. Ja. Het was ook heel koud. Ja. Zuiver Hart, wat gaat er dit jaar nog meer gebeuren? Gaat of vind je dat nog niet? Jawel, nou ja, helemaal precies weet ik het nooit, want ik ben heel impulsief qua muziek. En, het is vrijwel zeker dat er nog één of twee singles komen dit jaar. Hoor. Gaat dat weer een beetje in hetzelfde genre als we dit al zeggen, want dat kan totaal iets anders worden? Nou ja, het worden in ieder geval liedjes die bij mij passen, vooral als ik ze zelf schrijf. Maar wat voor soort liedje het wordt, ja, dat is nu nog niet te voorspellen. Want ik zeg al, ik pak een gitaar op, ga ik met de piano zitten en ik schrijf een liedje. En ja, gewoon wat op dat moment het gevoel is. Ja. Alicia, hè, was voor jou ook een heel grote hit, hè? Zing je dat ooit? Dat was dikwijls bij optredens, Alicia? Eigenlijk elk optreden wel. Dat was mijn eerste liedje dus. Ja.
We gaan de single draaien. Zojuist zo dadelijk gaat Zuiver Hart of Deels Spaans heel erg bedankt voor het gesprek. Maar een laatste woord voor jou richting de luisteraars die meeluisteren. Zeg eens tegen de luisteraars, dan ga ik de single starten. Nou, ik wens je heel veel luisterplezier en wie weet zien we elkaar snel ergens in het land. Ja, het gaat goed. Nog een fijne dag. Bedankt voor het gesprek. Goedjes. Hoi. Bedankt. Hoi. Ik vertrouwde je.